Een nieuw Antwerps bier dat wordt gelanceerd, daar komt de halve stad op af. Of zo leek het toch vanmiddag op het Schoonverdiep. Safe Bier stond vorig jaar nog te boek als een Antwerps bier uit de 19e eeuw dat helemaal verdwenen was. Nu blaast Johan van Dijk, ex-Duvel Moordgat, het oude gerstenat weer leven in. Het Safe Bier is een heel granig bier. Er zit naast gerstentarwe boekweit in. Dat is uniek en zelfs specifiek voor Antwerpen geweest, haver. En dat geeft een heel unieke smaak. En ook de manier van brouwen maakt het een beetje het aroma heel zacht en aangenaam. En lekker. En dat is ook het toffe, vind ik, dat ik niet onmiddellijk kan zeggen, het is eigenlijk lijkt het hier of daarop. Het is een uniek Antwerps bier en dat maakt het de moeite van het terug tot leven te brengen. Safe Bier is gebrouwen zonder toegevoegde kruiden, met veel granen en smaakt licht zuurig. De echte bierkenners mochten het op het Schoonverdiep een eerste keer proeven en zijn alvast onder de indruk. Maar daar zit heel veel koolzuur in, dus het is heel sprankelend. En het proeft ook zo wat. Het proeft fris, het proeft verfrissend. Voor zijn 6% alcoholvolume is dat eigenlijk een heel drinkbaar bier. In alle opzichten niet overdreven. Het is dus geen exclusief bier voor de kenner, maar ik denk dat er heel veel mensen plezier aan gaan beleven. Een zeer retro, verfrissend bier. En het is alleen maar spijtig dat we niet in een land wonen waar het heel het jaar zomer is. Want dit is echt een zomerse dorstlesser. De Stevo krijgt zijn bier terug en daar zijn ze in Antwerpen-Noord dan ook terecht trots op. We zullen proberen om dat te lanceren, ook binnen onze vereniging. En ik hoop dat alle mensen in de Safe ons voorbeeld zullen volgen en van dit bier zullen genieten. Safe Bier is vanaf morgen te proeven in tal van Antwerpse cafés en zal dan ook te vinden zijn in supermarktketen Delhaize. Ik hoop dat er heel veel Antwerpenaars het bier ontdekken en erachter vragen in hun café. Dan gaat die café dat bestellen bij hun bierhandelaar en dan bestellen die dat bij ons en dan heeft Safe terug een toekomst.